Goedemorgen en welkom terug. Ik kan me niet indenken waarom jullie zo mismoedig klinken. Dus jullie, of althans de meeste van jullie, zijn laatste jaar op die schoolbanken. En ik zou denken dat jullie gretiglijk daarna uitzien. Al is er dan net dat het achter je rug moet komen. Hoe dit ook al zei, ik zie weer baie welkom. Als oudskaptein, meneer, is het mij vooraf om meneer van harte terug te verwelkomen. En zo, meneer, het een baie lekker vakantie gehad, meneer. Dank je, Piet. En ja, dank je, ik heb lekker vakantie gehad. Maar meneer, dus net een beloof zo in het begin van een nieuwe schooljaar, meneer. Beloof? Wat? Dat meneer voor de rest van het jaar ons een goede bij zal blijven, meneer. En dat meneer die toetsen zo min als moeilijk zal houden, meneer. Ik dacht, je zei, ik moet net één ding beloof. Maar het is eigenlijk net één ding, meneer. Meneer zijn bij en die aantal toetsen gaan hand aan hand. Ons het verleden jaar ons naar 9 maal altijd duidelijk gezien, meneer. Een mens kan maar zeggen, dus is die kop- en staartkanten van een muntstuk, meneer. Maar goed, Piet, dat is die makkelijkste ding ter wereld om te beloven. Want jullie en die ek nie bepaal my baie. Als ons meneer gelukkig hou, dan, ik bedoel, dan gaan ons nie so baie toetsen hoef te skryf nie. Is dit wat meneer bedoel? Eerste, die verantwoordelikheid is jullie. Maar wat kan ons doen om meneer gelukkig te hou? Leer en begryp. Dit is die sleutelwoorde tot my geluk, Piet. Nou. Wel, net om te wys ons is nie kwaad vir mekaar nie. Haal uit julle penne. Piet. Deel vir my uit asseblief. En dan skryf julle vir my jou opstel. En dit tel vanselfsprekend as 'n toets oor Herman Suid-Afrika is Afrika-staat onlosmaakbaar deel van die westerse politieke bestel. Maar meneer, hoe kan meneer het doen so die eerste dag? Wel, Piet, meneer het so lekker vakantie gehou dat hy vergeet het om 'n les voor te berei vir vandag. Toe dog hy so 'n toetsie, is 'n baie goeie manier om uit te vind wat julle van verlede jaar kan onthou om op voor te bou in julle matriekjaar. Toe, val weg. Nie af, meneer. Waarom is die rustig verjaars zo'n probleem niet, dokter? Laat het mij aan die juiste story, mevrouw. Het is nog nooit zo gezocht. In alle geval, daar is ze nou uiteindelijk. Zal ik het maar zo los voorlopig, dokter? Alsjeblieft, mevrouw. Juffrouw Sieberhagen van Biologie heeft dinsdag 4 periodes na mekaar los. Dat is ongehoord. Nee, doe niet, zij is al ongeveer die mevrouw. Oh, ze het hier naartoe geskuif en daar naartoe geskuif. In elk geval, ik kon niks anders doen. Het blijft een onbegonnen taak, dokter. Een onbegonnen taak. Kan zij niet helpen met jeugdweerbaarheid, nee? Gans onmogelijk, dokter. Daar is die sprake van niet. Dan moet onze hele donderdagperiode veranderen. Dan zit Christo de Wet weer een hele vrijdag met net weer een periode. Ja, mevrouw, dan met juffrouw Sieberhagen gaan we net zo gaan ze aan breiwerksameling maar bezig te houden dinsdag. Blijf een ongehoorde toestand van zaken, dokter. En buitendien, dit zou niks nodig geweest als het niet was voor jullie nieuwe cursus in Frans. Mevrouw, school soos Akademie Hoër behoort Frans aan te weet. Die roosters, dokter. En die klaskamers. Arme meneer Jansen sal van bakboord na stuurboord moet hardloop. Ach, as die aanpassings daar is, is alles opgelost, mevrou. Hou nie van die manier waarop sy aantrek nie. Dis nie volgens regulasies nie. Ek het haar oor en oor verduidelik. Wie? Juffrou de Tree, die nuwe Franse juffrou. Ek het nog niks agtergekom nie, mevrou. Uitdagend, dokter. Uitdagend. Sy sê dis continentaal. Dokter, u sal met haar praat. As sy nie deur u tot inkeer kom nie, mevrou, hoe op aarde sal ek rond haar afmaak? Ek is ernstig, dokter. Sy gaan 'n probleem wees. Nog even het laatste rekening, mevrouw. Er is nog 1 minuut 42 seconden, dokter. Zal u in de personeelkamer thee drinken? Of zal ik het voor u naartoe brengen? Ik heb afspraken gedurende pauze. Lang pauzes zou ik altijd voor u worden, dokter. Maar dan is dat die personeelkamer, mevrouw. Dat ik op daarom zo'n slag kan zien hoe je voor de pre aantrekt voor zijn jarige relatie uniform aanschaf. Dokter. Dank je. Hier moet je de pen alsjeblieft. Hoe zet je dan voor op metaal van eerst op je leeftijd? Zeker laf, man, hij is bak. Je kent hem niet. Dus omdat jij niet verleden daar bij hem klas gaat. Ach, ik ging om wie wat zei. De geschiedenis van verleden jaar had me net zo pijn gegeven. Jij zei heel groot pijn, zo groot wie is. Wat zei jij? Niks. Ik zei, wat zei je, papi? Alles heel pijn. Moet niet meer zoeken als je mij krijgt. Ach, kom nou jullie. We zien nu altijd moeten staan en wat klein niet. Die jaar het schaars begin. Ik zei, maar geschiedenis van niet meer pijn. Ik heb het gehoord. Dus zit het achter mij aan. Ons lijkt Pieter, man. Wat gaan jullie dan? Je niks niet op je. Wat zeg ik, Wouter? Ik zeg. Maar geschiedenis is niet meer pijn. Nu zit het achter mij aan. Pieter! Zit het achter mij aan. Ai, geschiedenis is niet. Kom aan, geef mij pijn. Geef mij pijn. Harder. Ik zeg harder. Ach, los het nou. Alsjeblieft, oh Pieter, man. Los het. Pieter. Geef mij een pijn. Ik heb niet gekrepen voor hem dit jaar. Omdat kreep altijd voor hem. Hier jaar gaat het anders wees. Hoor jullie? Ja, dat is goed. Ik kom van mijn broek in. En daarom is het gebiedend noodzakelijk dat die nieuwe personeelleden zo gauw mogelijk vertrouwd raken met die schoolse dagelijkse werken. Ek is seker jy kan ter enige tyd staat maak op hulp van die ouer garde. Mevrouw Riebenaar gesê my sy het woensdaagmiddag afgesonder vir personeellede met besondere probleme. Moet asseblief nie huiwer om my te raadpleeg nie. Ja, en dan vir oulaas, nog 'n keer namens my en die personeel van Akademie Hoër, hartlik welkom in ons midde. Soos jy kan sien is dit 'n baie groot skool, miskien te groot deesdae. En juist daarom is dit dringend noodsaaklik dat ons die samewerking so heg moontlik maak. Baie dankie mevrou. Goeie mense. Goedemorgen. Ik zit op een rooster, jij is weer hier, ja, die 10e klasonderwijzer. Ja, eindelijk wou ik eens dan het 9e klas gehad, want dan had de mens daarom 2 jaar om hulle te leer ken. Maar die verschuivings hier jaar was dit nou niet moeilijk. Hoe kom? Het is spijt dat ik hulle van die oorgeneem. Oh, allermens. Gelukkig voor jou is mijn klas van verleden jaar die 9D samengeklitst voor die 9C. Anders heb ik jou werkelijk jammer gekregen. Hoe nou? In al mijn jaren van onderwijs, en op Akademie Hoër, is dit mijn grootste probleemklas. Zolang ik leef, zal ik altijd onthouden dat die standaard 9B is, die ergste ooit was. Ik heb verleden jaar voor die 9C's klas gegeven, daar was geen probleem. Ik praat van die 9B's. En dat was vanochtend een beetje snaaks. Ik heb niks achtergekomen. Hou maar op, dat is een paar belhamels tussen hulle. Vooral Pieter Greef. Ik heb nog nooit een dom iets te doen gehad. Nie. Hij is eigenlijk wel een goede atleet. Oh, gelukkig. Ja, wel ik ze maar mee wil hopen. Wees gewaarschuwd. Zien je. Mag ik ook nog sterker stemmen? Weet jij of je Ruud de Pre ontmoet? Nee, dokter. De Wet Geschiedenis. En juffrouw de Pre ons nieuwe, oftewel ons eerste Franse onderwijzeres. Bonjour, monsieur de Wet. Je kan Afrikaans praten, Christen, dus ik verstaan het. Aangename kennis. Bonjour. Christen, vertel haar gerust hoe die schoolkinders je ontvoeren met de pieders vandaag doen. Die examen speel? Graad 7. Seker vreselijk baie werk om finaal te doen jou matriekjaar, hè? Kom ons ek 'n beursvlet en jy eintlik ander keuse nie. Gaan jy verder musiek volg nie? Ja, BMS. Sjoe. Jy? Ag, met musiek. Ai kon, nou daarvoor is ek nie goed genoeg nie. Nou wat gaan jy doen? Ag, ek weet nog nie eintlik nie. Miskien kommunikasiekunde. Of so iets. Want dit is in elk geval wat hulle aanbeveel het my aanlegtoetse. Jy kan dalk joernaliste word, weet jy? Sjoe. Ek weet nie eintlik nie. Aha. Johann Sebastian Bach self. As hy nie kan sing nie, is hy stom lyk my. Gaan jy ooit aan sport deel neem hierdie jaar, hè? Hè? Jy is 'n skande vir die skool, man. Man, Pieter skei uit. Ek sal nie van skande praat as ek jy is nie, hoor. Toe man, kry jou ry ons gesels. Dink jy Lous nie is oulik nie? Vra mens met sy praatwerk ook nog vir hom doen. Of hoe meneer Bach? Wag man. Hoeps, het jy gehoor? Sussie het gepraat. Ag, kom ons loop man. Kom aan. Ek vra julle, wie gaan vir hom 'n man maak? Texas Pieter, los hom. Ja. Okay man, okay, ons vaai. Hallo meneer Bach. Ach, vergeet van hom, man. Johan! Johan! Grappies. Daar in Noordhaan. Tel hem weer op. Is die Engelse dominiums. Daar alles blijft niet eens een vraag. Die oude mens wordt hoe langer hij daar in kortere jaren. Excuse, dokter. Als het waar is, dan zeg ik nog goed, jong. Want voor mij is hij daar in vorige korte jaren oneindig lang. Mevrouw, wanneer is ons volgende vakantie? Is niet ernstig, niet, dokter. De rest van de jaarse barbelis is vandaag. Dan kan ik niet wachten met volgende vakantie. Ik probeer om vandaag zo glad als moeilijk te laten verlopen, dokter. Mevrouw, dit is het eniglijks met jullie uitstellen. Oh, niet dokter. Nee, mevrouw. Ach, hier is zomaar maar uit. We gaan je huis te vereten? Nee, ik doe het niet. Dan haal ik dadelijk voor je lekker kopje thee. Dank je. Ah, rustig. Middag, dokter. Hier is weer ons, daar moet ik het zitten. In mijn handen. Jij weet wat gebeuren moest, dit was in die plek. Kom zo weer gestieren, dan is het goed hier ook. Zeker toch. Is daar iets waarmee je kan helpen? Ik bevrees van ja. Meneer Jan zit eigenlijk samen met de universiteit in de februari. Maar zit gerust. Ons is dringend hulp nodig. Met de atletiek en zwemafrichting. Zwem? Alsjeblieft, man. Maar dokter, ik weet van zwemmen. Niks, ik zal verdrink. Waar ik vandaan kom, was dat niet je zwembadens geweest. Niet? Ja, ik weet hier was ook niet. Met de atletiek help ik graag. Dat is allemaal halfpartijinkomsten. Wie van vieren is je organiseerder, ex-MC is al. En dank je, man. Dank je, mevrouw, dit gaat lekker wees. Is dat alles, dokter? Dat is al dank je, mevrouw. Zoals ik zei, ons eerste interschoolbijeenkomst is al reeds in 3 weken. Ons wordt goed ervaren, dit is zeker een talent. Pieter Greer heeft aan het einde van verleden jaar al een tijd van 10,9 gehaald. Als hij zo'n beetje gedrukt wordt, gaan hij 10,7 rekenen. Wat is het steken? Hey, wanneer begin je proeven, hè, Pieter? Ik oefen al elke dag. Jullie vakantie doorgeoefen. Ja, ik is recht. Jullie gehoor hoe Jansen gaan glo nie meer afrig nie. Jansen? Dis geen skade nie. En sonder sy africhting klaarkom. My pa weet baie meer van atletiek as al hy honies op skool. Wat? Dis warm. Kyk wie is al voor ons. Kyk, harig in ons pad. Wat sê Pieter, gaan ons bietjie fliek vanaand, hè? Hey, ek vra of ons gaan fliek aan. Ja, kom ons gaan kyk aan die nuwe James Bond. Wat sê jy, Pieter? Wat? Ons gaan inrijd toe, skryf paar meisies. Moet watter kaak? Gewone? Ek weet daarmee, jong. Man, jy is een chicken, man. Les daar is hier daarvoor. Maar ons kan in hengse moeilijkheid kom. Nou, dan bly jy. As jy nie wil saamkom nie, dan bly jy. Niemand dwing jou nie. Dat is nie wat ek bedoel. Nou, dan ook klaar. Hé, is dit die swiggers? Ek wil alweer doof. Hy is wel frotsige bangbroek, man. Ek weet jy, as ek nou kom afhol, sien jy een natstrip soos hy laat gaan klop. Wil jy nou weg? Los om, Pieter. Kijk. Dat is die swiggers! Oeh, nogal kort data. Haar kruip niet eens weg. Los het uit, Pieter Greef. Ik is keelvol van jou, man. Doe maar recht. Wat heb jij gezegd? Ik is keelvol van jou, man. Ja, dat kost mij niet, zwiegers. Ik zoek al lang klus voor jou. En wat verwacht jij? Dit moest uit de wand om je, zonder dat je elk van niks werkt. Ga af uit tas. Niet mij vertel wat moet doen en wat niet. Is de trainsman. Pieter! Hier is het gebeur. Ik wil weten wat het gebeur, Johan. Ons het beklei, meneer. Ik kan zien dat het beklei. Waaroor? Ik weet niet, meneer, rechtig. Ik weet niet. Het is zomaar net scoort gezocht. Wie was het? Ik kan niet zien, rechtig. Maar ik wil... Ik kan niet nog niet lang doen. Maar goed dan. Voorlopig. Oké. Kijk hoe leuk je boeken. Nimm ihm Musik. Was fuck mir das? Nimm ihn hier, was da aber Angst tut. Das ist in Love. Ich sing. Die erste was mir. Ik kon niet eens terugslaan.